Ik hou mij verre van kledingwinkels, schoenenwinkels, alles wat op dat terrein bestaat. Maar bij jou is het makkelijk, want het is allemaal donker. Ja, daarom. Dus ook voor de instructies is het ook doodsimpel. Niemand hoeft te vragen van, goh, zullen we eens een geel t-shirt voor je kopen? Nee, dat hoeft echt niet. Nee, gewoon lekker zwart. Ja, precies. Er zijn er wel mensen die een opmerking maken over jouw jas die een donkerblauwe kleur heeft. Dat klopt, ja. Dat is een tweedehandsjas. Die komt van de Emmausgangers. En hij is een tip-top semi-winterjas, zoals je ziet. Hij staat je goed. Ik geloof mijn vrouw voor €30 gekocht heeft. Die moet je een keer laten stomen en dan heb je er een... Hij was vrijwel nieuw. Oh, maar wel goed dat je dat doet. Heb je bewust tweedehands gekocht? Nee, joh, nooit dat soort van dingen. Maar mijn vrouw heeft dat bewust gedaan. Ja, wat goed. Nou ja. Die weet wat het soort dat... En die weet bovendien dat als zij zegt van... Goh, zo'n leuke semi-winterjas voor je gekocht. En dan zeg ik van, wat kostte dat? En zij zei eigenlijk €625, wat volgens mij geen onredelijke prijs is. Dan zou ik zeggen, nou, dat gaan we weer terugbrengen. Dat vind ik echt zonde van de centen. Dus wat dat betreft, ik moet vaak daarbij denken aan mijn opa, met wie ik nog wel eens naar Arnhem ging om te winkelen daar. En meestal, laten we zeggen, jam en dat soort dingen. Maar goed, mijn opa had bij alles de neiging om te zeggen, dat hij zijn schoenen had laten repareren, die kostte, dit gaat ook alweer over de jaren 60, kostte zo'n meneer 15 piek guldens. En dan zei mijn opa, 15 gulden, dat is toch al belachelijk. Dat was in mijn tijd, was dat 1,50 gulden. Dan zei ik altijd, ja opa, dat is 60 jaar geleden. Inderdaad, dat was 60 jaar geleden. Maar ik heb last van hetzelfde fenomeen. Ik hang dus deels psychisch in het prijssysteem van de jaren 50. Ik heb ook vaak bij auto's laat staan, als je natuurlijk even de europrijs... Als je die even terugrekent naar guldens, dat je denkt, wat is dit voor onzin zeg. We gaan toch geen 100.000 gulden aan een auto uitgeven, dat is een klein vermogen. Maar komt het omdat dat jouw vormende jaren zijn, dat jouw referentiekader is? Ik denk het wel, ja. Dat blijft steken kennelijk. Zeker bij iemand die niet dol is op winkelen, die zoveel ver mogelijk weg blijft van het aanschafbeleid. Hmm. Maar goed, je kunt wel zeggen van je bent een heel rationeel persoon, dus je snapt ook dat die prijzen veranderen. Ja, ik snap het best, ja. Ja, zeker, ik snap het prima. Ja. Ik snap dat ik het niet moet denken, maar je weet dat je denken in allerlei opzichten natuurlijk op verschillende sporen loopt. Denk aan dat ontzettend leuk boek trouwens, ik weet niet of ik het al een keer heb aanbevolen, maar dan doe ik het bij deze. Dat is een boek van de meneer Kahneman, K-A-H-N-E-M-A-N, Kahneman. En dat heet Thinking Fast and Slow. Dus we hebben twee denkprocessen. Het eerste is dat je allereerste primaire verontwaardiging of sensatie of emotie. Hè? Wat een schande, hoe is het mogelijk? Nou ja, ik zou maar zeggen de voorpagina van de Telegraaf. Is dat het reptiele brein ook? Wat dan wordt? Nou, een beetje wel. Misschien ook wel een beetje de krokodillen in ons. En dan de tweede in twee, slow. Daar ga ik, god ja, wacht nou even. Hoe zit dit nou eigenlijk? Ja, ja. Nou ja, dan kom je tot redelijke conclusies. Er zijn ook boeken. Heel veel mensen komen nooit verder dan nummer 1. Dat is ontzettend betreurenswaardig, want die worden door emoties geregeerd. Precies, en die denken daarna niet eventjes rationeel na en relativeren. Nee, die genieten vaak van hun eigen emoties. Vooral als het haat is of afkeer of nou ja, al die dingen waar mensen zo dol op zijn. Maar hoe kun je daarvan genieten dan? Nou, heerlijk, ressentiment, een van de fijnste dingen natuurlijk. God, hoe is het mogelijk? Nou ja, van onze centen, dit sentiment. Ja. Het zijn altijd hun centen, merkwaardig genoeg. Ja, ja, ja. Maar je hebt natuurlijk ook boeken die schrijven dan weer hoe je dus om kunt gaan met die eerste emotionele reactie. Dat legt hij ook heel goed uit. Dus dat je dat onder controle moet houden? Het is een fantastisch boek. Hmm. Krijg je allerlei ontzettend leuke dingen uit. Ja. En nog even over dat tweedehands kopen. Hè? Dat is natuurlijk nu ook heel populair met allemaal apps dat je dus je kleding daarop kunt zetten. Ja, dus toen mijn vrouw nog uithuizig was met de boodschap en zo, ging ze daar vaak dit soort van dingen kopen. Nee, je ziet, het is een keurige jas. Ja, die dan toevallig donkerblauw is. Kijk, ik ben niet principieel. Als het zo uitkomt, dan wil ik best... Kijk, als die dan kanariegeel was geweest, had ik hem liever niet gedragen. Dan had ik dat eerlijk zeggen. Maar donkerblauw maakt maar geen bal uit. Nee, precies.
Maar ik heb ook kleding heb ik voor 3 euro ergens opgezet. En dan krijg je weer zo'n app iemand in Zuid-Frankrijk die zegt, ik wil het wel hebben. En dan wordt het opgestuurd. Nou ja, dat is duurder. Het opsturen is duurder dan, ook, ja, dan de kleding zelf in dit geval, lijkt mij. Maar kleding is een enorm maatschappelijk probleem. Alleen zien we dat niet. Want wij zijn in het algemeen geneigd om dingen niet af te dragen. Maar al heel snel te zeggen, want er is iets nieuws. Een leuk jurkje, leuk jasje, leuk ditje of datje. De wintersportmode is veranderd, dus we moeten nou allemaal iets anders hebben. Klik, klak, robbel. Ja, en daarmee, kleding is ook, het verrot niet snel. Het blijft zich ophopen. De verwerking van oude kleding, dacht ik, is een aanzienlijk probleem. Dus ja, mensen zouden moeten beginnen met hun kleding gewoon wat efficiënter te gebruiken. Wat wil dat zeggen? Bijvoorbeeld zoals ik. Langer dragen? Ja, dat je kleding afdraagt. Oké, want hoe lang heb je deze broek al? Nou, ik weet niet, 10 jaar of zo. Het enige probleem met mijn kleding is natuurlijk het feit dat mijn corpulentie in de afgelopen 25 jaar is toegenomen. Ja, ja. Maar heb jij meerdere van deze zwarte broeken? Ja, ik heb een stuk of 2, 3 of zo. Oké, die wissel je af. Ja, al zegt mijn vrouw altijd, je moet iets meer hebben. Daarvoor er gebeurt iets of zo. Gooi er een potje rode inkt overheen. Ik noem maar wat op. Ik heb geen potje rode inkt, maar toch. Maar dat doe ik dan pas als het nodig is eigenlijk. Mm. Heb je bij Lubach laatst niet die vuilnisbelt aan kleding volgens mij in Afrika gezien? Waar ze daar ook dus de leukste spullen eruit halen en de rest blijft liggen? Ja, zeker. Dat is sowieso, in zoverre wij ons vuilnis exporteren, is dat een gigantisch probleem. Je hebt toch ook wel eens die kerkhoven van oude computers gezien. Ja. Waar we ook absoluut niet weten waar we ermee aan moeten natuurlijk. Hmm. Daar is het vaak nuttig om de printplaten eruit te halen en de speciale metaal of wat erop zit eraf te halen. En voor de rest, ja, wat moet je met zo'n suf beige kastje? Ja. Dat is een probleem. Ja, sowieso natuurlijk is ons afval een gigantisch probleem. Hmm. Ja, ik stond van de week bij een container waar spullen, die hier ook bij de verbouwing in de straat stond. Toen wij hier de container overigens hadden, het is een ontzettend attractiepunt van mensen die van alles en nog wat eruit halen. Precies. Oude planken. Douchekoppen. De gekste spullen werkelijk. Ja. Ook 's nachts werd er altijd in dat ding gerommeld. Precies. Wat wij dan weer vervelend vonden natuurlijk. Er kwam een man langs en die ging in die bak kijken. En zei, oh, dat gordijn kan ik nog gebruiken. Wat goed is toch? Je hebt mensen die fietsen gewoon de stad rond. En hij had een scootertje en had dat hele scootertje had hij volgeladen met allemaal spullen. Het was nog een kunst om dat overeind te houden. Op zichzelf is het goed dat hij het hergebruikt. Ja. Waar dan ook voor. Je vraagt je af waarvoor dan. Maar goed, het is wel nuttig. Ja. Eigenlijk het concept van marktplaats, hè? Wat zij al jaren doen. Ja, hetzelfde idee. Als je het daar kwijt kunt en iemand anders blij mee maken met je babybedje, ik noem maar wat op. Ja.